homoseksualiteit. Hoe ging dat nou eigenlijk vroeger? Ik ben vandaag op een symposium dat heet Uit de Kast, wat onder andere door het COC wordt georganiseerd. Het gaat eigenlijk over de geschiedenis van de homo's, bi's, transgenders, want er is eigenlijk heel weinig over bekend. En ze waren er toch echt vroeger? De regenboogvlag hangt al uit en ik moet eerlijk zeggen, het is toch wel een onderwerp wat me nauw aan het hart gaat. Dus mijn interesse is al gewekt. Wauw. Wauw. De locatie op zich is al inspirerend en ik moet zeggen van dit soort quotes moet ik dan toch wel even glimlachen. Nu nog leeg, maar ik heb hier eigenlijk hoge verwachtingen van en het is hartstikke druk. Ik ben heel erg blij dat jullie er zijn, dat jullie allemaal de moeite hebben genomen om naar het archief te komen op een toch wel vrije zaterdagmiddag. Mijn naam is Luc Brans. Ik doe met onderzoek naar de zichtbare genomen seksualiteit in Tilburg, in opdracht van COC Tilburg Breda. Dat bestaat uit een combinatie van literatuur en archiefonderzoek aan de ene kant en oral history aan de andere kant. Laila, ja. Jij bent voorzitter van het COC, mede-organisator van dit symposium. Ja. Kun je al spreken van een geslaagde editie? Absoluut, zonder twijfel. Echt helemaal geweldig. Er is een enorme opkomst geweest. Ja. Nou ja, ik denk, we hebben 100 stoelen neergezet, volgens mij waren die bijna allemaal gezet. Ja. Dus ja, dus het is zeker 100 man op afgekomen. Het is heel divers. Ja. Het is heel leerzaam. Er zijn nog heel veel dingen die we gewoon niet weten. En we leren heel veel van elkaar. En nou, het is echt, ik ben heel trots ook hier op dit. Mooi. Het is echt geweldig. Volgend jaar weer. Nou, volgend jaar komt het boek hopelijk van Luc uit. Ja. Dus dan gaan we weer wat organiseren. Mooi. Ja, zeker. Ik ben erbij. Fijn. Dankjewel. Ja, jij ook. Mevrouw Bouwmans, u heeft een documentaire gemaakt en een boek geschreven, wat ik van u begreep. Ja. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, ik heb een documentaire gemaakt over Frida Belinfante, een half-Joodse vrouw. Een musicienne, moet ik zeggen. Ze speelde cello. Ik wilde over haar een documentaire maken vanwege haar verzetsactiviteiten. Ja. Mm-hmm. Toen de Duitsers binnenvielen, is ze meteen gestopt met alle muziek. Mm-hmm. Ze zag het nut niet meer in deze omstandigheden. En ze heeft zich meteen aangesloten bij het kunstenaarsverzet. Ja. Ze heeft alles overleefd. Ze is na de oorlog naar Amerika geëmigreerd. Nooit meer teruggekomen. En heeft in Amerika een groot symfonieorkest gedirigeerd tot aan haar dood. En niemand kende haar in Nederland. Dus 3 jaar geleden is het boek verschenen. En nou, heerlijk vind ik het zelf. Frida verdient het. Staat ze nu wel op de agenda in Nederland. Ja. Als een van de eerste vrouwen die een orkest dirigeerde. Als een vrouw die heel belangrijk was in de Tweede Wereldoorlog. Door de aanslag op het bevolkingsregister in Amsterdam. Als iemand die in Amerika een carrière had als dirigente. Maar ook als een vrij zonnige lesbische vrouw. Aha. Wat ook heel prettig is, omdat je inderdaad, het is niet makkelijk nee. om inderdaad uit de kast te komen en je leven te leiden. Ze was daar niet bang voor, maar ze heeft toch altijd een beetje in de kast of half in de kast geleefd. Ja, ja, dus het is een heel bijzonder boeiend leven. Ja. Maar wel met van een bewonderenswaardig iemand. Die. Wat mooi dat u daar aandacht aan heeft. Ja, en dat ik dat vandaag hier kan vertellen. Ja, dus dat vind ik ook belangrijk, dat mensen daar kennis van nemen. Prachtig. Ja. Nou, dank u wel. Graag gedaan. Interessante lezingen, interessante sprekers ook voornamelijk, moet ik zeggen. En ik denk dat we niet onder de geschiedenis uit gaan komen en dat we daar onze lering uit moeten trekken. En ja, voor de toekomst daarna moeten gaan kijken en daar iets mee moeten doen. Dankjewel. Wauw. Ik vond het echt super interessant om te zien en om te horen hoe mensen vroeger met homoseksualiteit omgingen.
Maar ik ben vooral blij dat we nu in een stad leven en in een tijd waarin iedereen gewoon zichzelf kan zijn. Maakt niet uit wat voor geaardheid of op wie je verliefd bent. En dat we in Tilburg gewoon lekker inclusief zijn met z'n allen en vooral niemand buitensluiten. Dat is mijn conclusie. En verder zou ik iedereen aanraden om dit onderwerp toch eens nader te bekijken en zo'n evenement, als het in je buurt is, een keer bij te wonen. Doei!